Een jury had uit 272 door het publiek instuurde suggesties 50 plakjes uitkezen. En had er zelfs ook nog 50 om te hekken. Dat smiet dus een gruttellist met de 100 mooiste plakken van Friesland op. De kwaliteit is heeg in Friesland, dus we moeten kiezen. Dus de volle ik zaken hou. De 100 nominaties binnen verdeeld uit 10 categorieën. Onder andere de Moen van Dokkum, de Sediek bij Marm, de Brandburn van het Heidenskip en de Wetterpoorten van Snits staan op de list. Een van de insturings die de list helle had, komt van Frans Andringa. Een plak waar het nergens mooier wenen is in Friesen, of nou, laten we zeggen in Ljouwert, dan op de Wielendwinger. In de volksmond is het Bastion. Het is een moderne variant van het Poptaslot. Dan komen we hier dus in de binnentuin. Hier zie je dus het voorbeeld van hoe een oude hof eigenlijk eruit ziet. Want zo woont wie het vroeger ik in die hofjes. En dit is een moderne variant erop. Een soort green en on het wetter. Het mij duidelijk wijzen. Dit is zelfs grandioos om zat te wenen. Heel bijzonder. Het kennen wel even dworien, wat we weten wat nou echt het mooiste plakje van Friesland is. Dus na de simmer gaan we 10 winnaars in 10 categorieën. Daar kom je uitsturings van op Omroep Friesland. En Sint de Christ weten wat het allermooiste is in Friesland.